Hey, hoi, hallo. Ik ben Miran. Ik ben 8 jaar en ik woon hier, in het asielzoekerscentrum. Ons huis is daarachter. We wonen op nummer 171. Het boek Ik ben Miran gaat erover hoe het is als kind om te vluchten. Alles achter je te moeten laten en dan in een asielzoekerscentrum terecht te komen. Het verhaal maakt indruk op de kinderen. Ik zou liever zelf niet die hoofdpersoon zijn. Ik zou het zelf niet heel erg fijn vinden als ik zelf zou moeten vluchten. Ze legde ook heel erg goed uit in het boekje hoe ze dan leefden en hoe ze dan naar Nederland kwamen. En dan zaten ze in een vrachtwagen en waar het eigenlijk niet zo veilig was en waar ze over de grens mee moesten. En ja, dat ging gelukkig allemaal wel goed. Dit soort verhalen roept natuurlijk vragen op bij de kinderen en die konden ze vanochtend stellen aan de staatssecretaris. Dus, en het is wel eens gebeurd dat mensen vluchten naar een land in de buurt en dat de oorlog zeg maar ook meegaat, dat die ook overspringt. Ik moet zeggen dat het eigenlijk alle onderwerpen aan bod komen die bij volwassenen ook hebt, maar dan op een wat rustiger manier dan soms in een zaaltje. Het moeilijkste is toch wel om uit te leggen waarom kinderen moeten worden teruggestuurd. En dat lijkt mij zelf het moeilijkst, omdat je dan toch weer terug moet. Maar dan zou ik alsnog eens proberen om nog gewoon... Om gewoon te proberen of je nog in een ander land welkom kan zijn. En anders dan heb je echt kans dat je het niet gaat overleven. En dat lijkt me heel erg moeilijk. En dat is ook heel moeilijk. Maar soms ook wel de realiteit, weten de kinderen nu.